Hallo familie, mijn naam is Rutger en wat tof dat je naar deze nieuwe complottheorie video kijkt. Bereid je voor, want de complotten van vandaag zijn echt... Ja, complotten zijn verhalen die bepaalde zaken op een hele andere manier uitleggen. Een versie van het verhaal dat het grote publiek niet zou mogen weten. En soms blijkt die versie van het verhaal nog wel eens een keertje waar te zijn ook. En vandaag gaan deze verhalen over de meest uiteenlopende dingen. We gaan het hebben over afluisteren via al onze apparaten. Over Fortnite, over Instagram polls en nog veel meer. Dus als jij ook altijd net zoals ik kan smullen van dit soort verhalen, geef dan eventjes je duim aan deze video. En als je nieuw bent op mijn kanaal, abonneer dan eventjes, want we zijn zo hard op weg naar de 500.000 familieleden. En laten we vooral heel snel beginnen, want dit eerste verhaal is iets wat een hele opbouw heeft in de afgelopen maanden. Waar ik zelf bewijsmateriaal voor heb verzameld. En sindsdien verlaat het mijn hoofd niet meer. Ik ben er helemaal obsessed mee. Je weet waarschijnlijk wel dat bijna alle apparaten die wij dagelijks, of nou ja, dagelijks heel de dag door gebruiken, allerlei sensoren, microfoons en camera's hebben. Superleuk is dat natuurlijk. Dan kun je bijvoorbeeld stories mee opnemen. Musical.ly's, als dat je ding zou zijn. Mij niet gezien. Maar ook hele handige dingen, want de nieuwste telefoons die luisteren zelfs 24/7 met je mee. En als je dan dit zegt, of... dit, ik zal het nu niet zeggen, anders worden al jullie telefoons getriggerd. Dan staat je telefoon gelijk voor je klaar. Allemaal super leuk en aardig en handig en weet ik het allemaal. Maar aan de andere kant is het al heel erg lang bekend dat deze camera's en microfoons gehackt kunnen worden. En daarom plakken bijvoorbeeld heel veel mensen zo'n klein stickertje op de webcamcamera van hun computer om die af te schermen. Ikzelf heb dat ook gedaan op mijn computer. En misschien denk je, dat is echt de meest dikke onzin, want iemand kan toch niet zomaar jouw camera besturen? Nou, dat kun je denken, maar als zelfs Mark Zuckerberg, de directeur van Facebook, die ook nog eens een keertje toevallig de directeur is van Instagram en ook nog eens een keertje toevallig de directeur is van WhatsApp, het ook doet, kijk maar mee. Nou, dan denk ik dat er misschien wel een goede reden is om dat te doen. Ik denk dat we ons dan wel lichtelijk zorgen moeten gaan maken, zeker na wat mij de afgelopen weken is overkomen. Ik weet niet waarom ik zo zit. It's creepy. Ik krijg namelijk de laatste tijd op Instagram allerlei advertenties te zien die gewoon te perfect getimed zijn. Ik had namelijk bijvoorbeeld laatst een shirt gekocht van het merk Pure White. Ik zal hem er even bij pakken. Zo. Ik heb hem gevonden. Dit is het shirt en ik heb nog nooit eerder iets van Pure White gekocht. Ik volg ze nergens. Ik heb er nog nooit naar gegoogeld of wat dan ook. Maar de dag dat ik hem voor het eerst aan had, kreeg ik wel een aantal vragen erover. Van mensen die vroegen, hey, waar is dat shirt van? En ik dus zeggen, Pure White, Pure White, Pure White. Ik heb het denk ik wel 5 keer gezegd die dag. Die avond bekijk ik niet vermoedend mijn Instagram stories. Komt er ineens zo'n advertentie tussendoor van, wat denk je? Pure White. Ik heb er echt direct een screenshot van gemaakt en dacht, dit is toevallig dan toch? Ja, het zal wel toeval zijn. Maar we gaan door, want een paar dagen later grapte ik een beetje naar Tobas van, hey, ik zou misschien wel een nieuwe Audi willen kopen. Ik bedoel, wie wil dat niet? En we hebben het er denk ik wel een minuut of 10, 15 over gehad. We hebben verschillende modellen besproken van, oh, maar de Audi TT is leuk, maar de Audi A3 is ook leuk. Bla, 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 bla. Letterlijk die middag open ik Instagram. Wat zie ik? Een Audi reclame. Oké, maar Audi, zeg ik wel eerlijk, ik volg Audi al wel op Instagram. Dus dat is dan nog iets waarvan ik denk, oké, dit is niet per se dat mijn telefoon dit misschien heeft afgeluisterd of wat dan ook. Maar het werd nog erger. En dit is het punt waarop ik echt dacht, ik gooi mijn telefoon het raam uit. Want dit is gewoon te bizar. Ivar, een vriend van Thomas en van mij, was bij ons op bezoek. En hij vertelde iets waar ik nog nooit eigenlijk echt over had gehoord. Ik heb er dus nog nooit naar gegoogeld. Ik heb nog nooit het er anders met iemand over gehad. Het is gewoon iets wat compleet nieuw was voor mij. Ivar heeft die avond een half uur verteld over zijn geneesmiddelenonderzoek, wat hij de volgende dag zou gaan doen. Oftewel, dan worden allerlei medicijnen op je getest om te kijken of het allemaal goed werkt. Daar heb ik het dus echt letterlijk nog nooit eerder over gehad, nog nooit over nagedacht, nog nooit. Het was gewoon compleet nieuw. Daarom hebben we het er zo lang en uitgebreid over gehad. Een paar dagen later kreeg ik dit
op Instagram te zien. Wat? Je kan mij veel wijs maken over dat telefoons ons niet afluisteren en dat dat niet gebruikt wordt om onze advertenties te laten zien of weet ik veel wat. Maar dit kan geen toeval zijn. Gezonde mannen gezocht tussen de 18 en de 55 voor geneesmiddelen onder... Ik heb al eventjes het bedrijf weggeblurd en zo, want ik wil hier geen reclame voor maken in mijn video. Ik heb er verder geen verstand van. Maar ik weet wel dat dit gestoord is. Dit is eng, dit is gewoon... Maar wacht. Het wordt nog erger, want direct toen ik dit zag, maakte ik een screenshot, stuurde ik naar Ivar en wat zei hij? Ook exact het bedrijf waar hij bij zit. Wat? Nee! Dit kan toch niet? Een stuk kleding, oké. Een auto, oké. Maar een geneesmiddelenonderzoek, dat bedenk je niet. Dan luisteren onze telefoons dus altijd met ons mee. Wordt de camera misschien wel gebruikt? Worden gesprekken afgeluisterd om ons in de gaten te houden? Of om misschien wel, zoals ik heb ervaren, om goede advertenties voorgeschoteld te krijgen? Als ik er nou nog even straks zoek, gaat het allemaal door elkaar gewoon geplakt. Oké, best grappige dingen, maar... Voor mijn gevoel is het gewoon te makkelijk om niet te doen. Want je hebt je telefoon gewoon altijd bij je. En het lijkt me ook niet voor niks dat de baas van Instagram zelf zijn eigen computer afplakt. Oh, ik kan het niet aan. Wat denk jij? Worden we afgeluisterd? En wordt dit ook nog eens een keertje gebruikt voor dit soort dingen? Of is dit gewoon toeval? Ben ik gek geworden? Laat het alsjeblieft eventjes weten in de reacties. Want ik ben super benieuwd hoe jij hierover denkt. Alright, nu moeten we het heel nodig met elkaar hebben over Fortnite. Mocht je om welke reden dan ook niet weten wat Fortnite is, ik kan het me eigenlijk niet voorstellen. Fortnite is het allergrootste game-fenomeen van dit moment. En nou ja, waarschijnlijk wordt het wel het grootste game-fenomeen aller tijden. I don't know. In het spel neem je plaats in een zwevende partybus samen met 99 andere spelers. Klinkt eigenlijk al belachelijk, maar goed. Je springt eruit en je landt met een parachute op het eiland. En vervolgens is het iedereen voor zich. Het is de bedoeling dat je elkaar afknalt en als laatste overblijft. Hoe kan het dat dit spel in 1 jaar tijd de wereld heeft overgenomen? En wat is vooral het doel van Fortnite? Misschien denk je, ja maar Rutger, hé, het is gratis. Je kunt het gratis downloaden, toch? Onthoud altijd deze quote, als het product gratis is, dan ben jij het product. En dat begint al meteen als je het wil downloaden, want als je het op de computer of op de Mac wil downloaden, moet je ongeveer al je informatie afstaan, welk land je vandaan komt, je naam, je achternaam. Waarom hebben ze die informatie ook weer nodig om alleen maar een spelletje te downloaden? De kans bestaat dat jij het zelf speelt en anders weet ik wel zeker dat je iemand kent die het ook speelt, want zelfs mijn vriend Thomas, die normaal gesproken niet gamet, heeft een Switch gekocht om Fortnite te kunnen spelen. In totaal spelen nu meer dan 125 miljoen mensen het spel. En het is verslavend. Zelfs zo verslavend dat mensen blijven doorspelen als hun huis in de fik staat. Maar toch knap dat deze gratis game inmiddels al meer dan 1 miljard dollar heeft opgebracht. Door het verkopen van dansjes en outfits. Nee hoor, mannen geven veel minder geld uit aan kleding dan vrouwen. Totdat ze Fortnite opstarten. Dat waren dan een paar feitjes over het spel, maar nu dan het complot. Fortnite hersenspoelt namelijk mensen. Het is niet alleen zeer verslavend om te spelen, mensen nemen het spel ook mee de echte wereld in. Ze doen dingen uit het spel na. Het begon allemaal heel onschuldig met de Fortnite Dance Challenge. Mensen die de Fortnite dansjes nadoen. Moet wel met de voeten weg. Maar inmiddels worden er ook al andere dingen uit het spel nagedaan. Zo kun je bijvoorbeeld verkleed gaan als struik in het spel, zodat je minder erg opvalt in een weiland of waar dan ook. Oh my god, mensen die het niet spelen denken echt, waar heeft hij het over? Maar geloof me, het kan. En inmiddels doen mensen dit dus ook al na. Go, 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 go.
Dat is nog onschuldig, maar er zijn ook al beelden opgedoken van mensen die bosjes daadwerkelijk aanvallen. Want dat is wat je doet in Fortnite. Zie je een lopend bosje, dan knal je hem neer. Het wordt dus steeds gekker en gewelddadiger. En als mensen dit nu al nadoen, na 1 jaar Fortnite, what's next? Hoe lang gaat het nog duren voordat andere elementen uit het spel ook worden nagedaan? Omdat de mensen gehersenspoeld worden door het spel. Ik wil er niet over nadenken, maar ik wil nog wel even Fortnite spelen, want eerlijk, ik ben ook verslaafd. En ik zit heel erg te twijfelen. Moet ik een keer voor de grap een Fortnite video opnemen? Doe dan eventjes een duimpje omhoog. Wie weet dat dat dan een keer werkelijkheid wordt. Alhoewel, dan help ik alleen maar dit complot verder te verspreiden. Maar goed, misschien is het wel leuk. Guys, het is zo verschrikkelijk heet. Zometeen gaan we het over de duistere kant van Instagram polls hebben. Maar voordat we dat gaan doen, heb ik eventjes iets anders. Iets waar ik laatst door mijn ouders opkwam. En ja, het is creepy. Ik kwam op dit complot namelijk toen ik laatst bij mijn ouders op bezoek ging en zag dat er een complete heg die er al heel mijn leven daar stond, ineens was weggehaald. En ik vroeg, yo, hey, die heg, wat de heg? Het bleek dat de heg compleet was aangevreten door honderden, misschien wel duizenden rupsen. Het is in Nederland een gigantische plaag. Ben ik de enige die echt hier vannacht over gaat dromen, deze beelden? Oh my god, je zou maar wakker worden en gewoon helemaal om... Nou, laat maar. Maar het gekke is dus, voorheen kwamen deze rupsen alleen maar voor in Azië. En dan denk je, Azië is best wel heel erg ver weg. Hoe gaat zo'n rups hierheen kruipen? Ja, het wordt op een gegeven moment natuurlijk een vlinder. Maar ja, zover kunnen ze dat ook weer niet. Van de een op de andere dag waren ze hier. Nu hebben wetenschappers dat waarschijnlijk ontdekt, want de soort rupsen kwam vermoedelijk via geïmporteerde planten uit Azië in Europa terecht. Oftewel, een of ander tuincentrum of tuinbedrijf heeft een paar planten hierheen gehaald waar rupsen in zaten, die perfect kunnen leven in onze bomen en heggen en weet ik het allemaal. En vervolgens worden alle bomen en struiken in Nederland kaal gevreten en kan alles de prullenbak in en moeten er nieuwe dingen gekocht worden. Er moeten nieuwe dingen gekocht worden. Hoe slim zou het zijn als deze rupsen expres naar Nederland zijn gehaald om inderdaad nieuwe tuindingen te verkopen? Ik bedoel, de tuincentra hebben nog nooit zoveel heggen verkocht en bestrijdingsmiddelen als nu. Het zijn drukke tijden voor de verdelger. Ja, je eet ze echt gewoon compleet op. Het is, ze zijn er druk mee, heel de dag en vooral 's avonds. Dus het verhaal gaat nu dat die rupsen expres naar Nederland zijn gehaald, puur alleen maar om meer planten te verkopen. En waarschijnlijk zal het boekje Rupsje Nooit Genoeg, wat ongeveer mijn jeugd is, ook een stuk meer verkopen. Dus misschien zit de schrijver van het boek hier wel achter. Jongens, het is niet te doen hier. Het is zo warm. En dan die spanning van al deze bizarre complotten erbij. En het wordt alleen maar erger, want we gaan het nu hebben over Instagram polls. Dat social media wordt gebruikt door de overheid om onze meningen te beïnvloeden, dat hoor je wel vaker. Neem nou bijvoorbeeld de vorige verkiezingen in Amerika. Het verhaal gaat al jaren de ronde dat de Russen via allerlei Facebook-posts en weet ik het wat nog meer invloed hadden op de verkiezingen. Mensen hun meningen hebben veranderd. Maar ook in Nederland gebeurt het, want ik zag namelijk deze week dat Fred van Leer sinds deze week ineens op Thierry Baudet stemt. Maar sinds een tijdje is er een nieuwe functie uitgerold op Instagram die het gedrag van mensen nog makkelijker kan beïnvloeden. Namelijk de polls op Instagram. Instagram polls lijken heel erg onschuldig, schattig en leuk. Je kunt er super makkelijk naar de mening van je volgers vragen. En je kunt op die manier dus ook zien wat andere mensen allemaal leuk vinden. Maar voor mensen met kwade bedoelingen is dit meer dan alleen leuk. Let maar eens op. Stel je voor, ik plaats de volgende onschuldige poll. Jongens, ik heb even een hele belangrijke vraag tussendoor. Eenhoorn of kat? Kiezen, nu. Zo, ik heb hem geplaatst, dan wachten we even op de uitslag. Overduidelijk dat de eenhoorn wint met 69%. Oh, weet je wat? We maken in Fortnite eenhoornspullen, zodat iedereen die koopt. Oké, nee, dit was niet het serieuze voorbeeld wat ik bedoelde, maar via die Instagram polls is het voor de overheid super makkelijk geworden om te peilen waar het volk
behoefte aan heeft. Ik bedoel, ze weten alle feiten al over jou, waar je woont, hoe oud je bent, wanneer je bent geboren. Maar door Instagram polls kunnen ze nu ook inzien wat jij leuk vindt, waar jij voor kiest, waar jouw voorkeur naar uitgaat. Wat is je lievelingskleur? Oh, is dat blauw? Nou, dan zorgen wij voortaan dat alle advertenties die wij op jou richten blauw zijn. Wat is je favoriete land? Oh, is dat Amerika? Dan zorgen wij dat het lijkt alsof wij Amerika ook superleuk vinden. Alles om je maar te kunnen beïnvloeden zonder dat je dat zelf doorhebt en zodat het voor jou voelt van hey, oh nee ja, dit klopt toevallig heel erg voor mij, ja. Ik ben weer ontzettend benieuwd. Welke van de complotten die ik heb besproken zijn volgens jou waar? Ik zal ze hier eventjes opsommen. Dan kun je in de reacties eventjes nummeren. Bijvoorbeeld 1 dubbele punt waar, 2 dubbele punt niet waar, 3 dubbele punt misschien. En dan ga ik kijken wat jullie mening hierover is. Als je met veel plezier hebt gekeken, laat het mij dan eventjes weten. Geef de video eventjes een duimpje omhoog. Mocht je nou nog niet geabonneerd zijn, dan weet je ook wat je moet doen. Klik even op de rode knop onder deze video en dan zie ik je gewoon volgende week donderdag weer met een nieuwe video. Maar tot die tijd, stay fabulous. Doei doei!